moeder en dochter. Maar geen vader is erbij, maar dat is geen enkel probleem. Die ligt waarschijnlijk nog thuis in zijn bed. Dag moeder en dochter, hallo. Wie zijn jullie? Goedemorgen, ik ben Lot en naast mij staat mijn ma. Ik ben Bernadette. Dag Lot en Bernadette. Jullie zijn van heel ver gekomen, toch? Hè? Inderdaad, wij zijn van Lendeleden. We zijn vanmorgen om 5 uur opgestaan om hier te zijn. We zijn hier heel graag wel. Wij hebben een lingeriezaak in Lendeleden. Oelala. Uh-huh. Oh, lala. Ja. Tof. Tof. Superleuk dat jullie zo vroeg zijn opgestaan. Is de winkel open straks? Straks zijn wij open, ja. Om 9:30 om pakjes te verkopen. Ja, ja, ja. Ja. Oké, dus het is maar best dat jullie hier vroeg zijn, dat jullie nog op tijd de winkel kunnen openen. Dat is. Dat de mensen in Lendeleden de schone lingerie willen kopen voor de feestdagen en zo. Ja. Jullie hebben ook lingerie meegebracht, lijkt het wel. Dus wat hebben wij gedaan? Wij zochten een leuke actie. Ieder jaar proberen we iets te doen voor Music for Life. En wij hebben een redelijk actieve Facebookpagina. En wij hebben via Facebook een oproep gedaan aan al onze klanten en onze volgers van maak de warmste BH. Er zitten 3 vrouwen hier in de iglo, dus ja. Wij dachten dat kan wel met koude borsten. Worden. Ja, dat is. En dan dachten we gaan eens een leuke actie bedenken. Nu, wij hebben die oproep gedaan en we hebben 20 BH's gekregen van de mensen. En wij hebben onze klanten in de winkel en via Facebook laten stemmen. Nu zijn daar het is een verkiezing geworden, ja, zo dan. Ja. Oké, tof. Nu zijn daar 3 hele, hele mooie exemplaren. Er waren heel veel mooier. Eigenlijk hadden ze alle 20 mogen meebrengen. Nu, er zitten hier ook maar 3 vrouwen. Ja. Ik hoop dat jullie maatje is. Ja. Tof, maar je moet eens beschrijven hoe ze eruit zien. Hè, voor de mensen die aan het luisteren zijn. Een hele mooie roze tussen. Het is een BH die helemaal met een stof met pluimpjes en draadjes en zo. Die klant heeft mij ook gezegd, dat is eigenlijk het stofje van het communiekleedje van haar dochter. Oh, zo schattig. Ja, ja, ja. Ze heeft daarmee een BH'tje bekleed. Een hele, hele mooie trouwens. Ik weet niet als je kan het bekijken op 1 als je aan het kijken bent. Dan hebben we een zwart exemplaar, super koddig, met witte bolletjes en dan 2 oogjes op beide cups. Ja, lijkt op een diertje of zo. Ja. Ja, dan ben je altijd goed bekeken. Ja. En dan hebben we ook een originele klant gehad die eentje gehaakt heeft. Nu, het is net zo een beetje een bikinietje. Ja, maar dat is ook goed, hè? Heel mooi en waarschijnlijk ook wel heel warm, denk ik. Schoon. Schoon, dus, amai. Ja. Linde en Siska zijn er helaas niet om ze te passen, maar we zullen dat dan uitvechten in de badkamer, wie dat wie krijgt. Heel leuk. Voor welke VZW hebben jullie zoveel enthousiasme kunnen vrijmaken? Wel, ik ga er even een ma daarvoor doorgeven. Wij hebben gekozen voor Think Pink. Waarom dan ook? Wel, het is zo dat wij in onze zaak heel veel dames hebben als klanten die geconfronteerd geweest zijn met borstkanker. Mm-hmm. En we steunen al ieder jaar die actie, dus Think Pink. Maar we zijn nu ook wel bezig in onze zaak met een ruimte vrij te maken boven de winkel. Waar we een mooie ruimte zullen creëren. Een winkel waar heel veel keuze zal zijn in speciale BH's, in badmode, in slaapkledij. Met mooie ruime paskamers. Waar dat onze klanten die altijd naar onze winkel komen, verder zullen komen. Kunnen komen kopen en zich ook zullen super voelen. Ja. Maar dat is fantastisch, want inderdaad, dat is een groot taboe nog in onze maatschappij. En voor heel veel, er zijn heel veel vrouwen die daarmee geconfronteerd worden. Hè? Super. Dus voor hen nog een keer extra te steunen. Amai, echt de max. Jullie zijn echt de max. Zo vroeg opgestaan. Zoveel motivatie, zoveel leuke dingen die jullie meebrengen. Dat is echt nu heel tof. Nu heb ik nog een klein extraatje ook. Een hele, hele levensgrote BH. Ja, voor iemand meer met dan extreem grote tieten. Ja, of voor hier op te hangen in jullie iglo. Het is gemaakt door de soldeur in Kortrijk. Mag dat ook wel een keer zijn. Het is heel mooi gemaakt. Zij hadden van onze actie gehoord en zij hebben direct aan het naaien geweest voor dit mooie exemplaar. Voor onze winkel is die net iets te groot. Ja? Dus ik dacht, hier zal hij misschien wel heel goed in passen. Ah, maar tof. Hoeveel geld heeft dat opgebracht? Wel, we hadden 20 inzendingen en wij hadden gezegd, wij schenken per inzending €50 voor Music for Life. Dus reken en tel. Ja, nee, laat me niet rekenen alsjeblieft. Lot en Bernadette dan helpen. Komt dat op €1000 voor Music for Life. Voor al die lieve mensen in Lendeleden, super. Jullie zijn een fantastisch duo, echt waar. Heel erg leuk. Als ik eens in Lendeleden passeer en ik heb een BH nodig, dan kom ik naar de Olalala. Jullie hebben Olalala ook aangevraagd. Ja. Spreekt voor zich. Lot en Bernadette, nog een veilige rit terug naar Lendeleden. Dank u. Een heel fijne werkdag nog, hè. Dank